Behalve de lockdownmaatregelen in de strijd tegen het COVID-19-virus, dat u tussen 8 uur 's avonds en 5 uur 's morgens niet over straat mag zijn, worden nu ook de bruggen over de Suriname-rivier, de Kappenamen-rivier en het Saramaka-kanaal afgesloten tijdens de lockdownperiode. De communicatiedienst Suriname heeft hierover een gesprek met hoofdinspecteur Naarden van het Korps Politie Suriname en hij legt ons de bedoeling van deze maatregel uit. Nou, de maatregelen ten aanzien dus van dus die lockdown, als het gaat om die bruggen. De bruggen die zeg maar afgesloten zullen worden, zeker vanaf vandaag tot en met aanstaande zondagochtend 5 uur, zijn de bruggen over de Suriname rivier, de bruggen over de Saramaka rivier, de bruggen over het Saramaka doorsteek, over het Saramaka kanaal en de brug over de Kappenamen, of de bruggen over de Kappenamen rivier. Dus die bruggen die worden dan vanaf vanavond om 8 uur afgesloten tot en met aanstaande zondag 5 uur in de ochtend. Onder afsluiten moet u voorstellen dat de politie daar lijfelijk aanwezig zal zijn. Al de dagen vanaf vandaag. En dat mensen die niet beschikken over een toestemmingsbriefje van NCCR, dat wel niet behoren tot wat we noemen de essentiële diensten, die zullen niet doorgelaten worden. En zij die in overtreding zijn, die gaan dan ter plaatse moeten blijven tot na de lockdownperiode. Maar nu begrijp ik dat we zaterdag een totale lockdown hebben. Dus je kunt begrijpen dat we de mensen niet vanaf vrijdagavond daar zullen houden tot zondag in de vroege ochtend. Wat besloten is ten aanzien van de mensen die zeg maar vanavond aangehouden worden, dat ze blijven tot morgenochtend 5 uur. En voordat ze worden weggestuurd, krijgen ze een briefje mee van de politie. Zodat als ze op weg zijn naar huis en ze zouden worden gestopt door een surveillerende eenheid, dat ze dus dat briefje kunnen tonen als bewijs van dat ze dus net van de politie zijn. Door de politie zijn weggestuurd, waardoor ze dan hun weg voor die dag dus ongestoord kunnen voortzetten naar huis. Ja, we hebben zowel dus wat we noemen de statische controle, dus dat betekent we zijn permanent op een plek. En we hebben dan die dynamische controle, dat zijn de eenheden die dan surveilleren op het veld. Dus we hebben dan twee manieren waarop we bezig gaan zijn, statisch, dus bij die bruggen, en dynamisch, we gaan rondrijden. Als je kijkt dus naar de aantal mensen die zijn aangehouden, kan je het op twee manieren beantwoorden, uw vraag. Als je 226 mensen hebben aangehouden, dan kan je zeggen, oké, aan de ene kant hebben we 126 overtreders kunnen pakken. Is het een succes? Ik vind het geen succes. In feite zou het een succes zijn als je niemand op straat had aangetroffen, of minder dan 100 zoveel mensen had aangetroffen op straat tijdens dus die lockdown. Dus we zijn niet blij mee. Vandaar is dat we hopen dus dat de komende dagen, vanaf vandaag naar zondag toe, dat we veel minder mensen zullen moeten staande houden op straat die niet op straat mochten zijn op dat moment. Als dat het geval is, dan zouden we kunnen praten over een succes. Maar voor wat afgelopen zaterdag betreft, is het geen succesverhaal omdat we te veel mensen hebben aangehouden die zich niet hebben gehouden aan dus die maatregelen. Jawel, we begrijpen dus dat mensen in elk geval worden beknot in hun bewegingsvrijheid. Maar we doen dat niet om mensen onaangenaam te zijn. We weten, denk ik, of ik ga ervan uit dat iedereen in Suriname weet waarom de overheid maatregelen treft, waarbij de politie dan zeg maar een speerpuntfunctie heeft, een van de organisaties die een speerpuntfunctie heeft. We willen dus dat er, we willen dus dat virus
COVID-19-virus willen we in elk geval zodanig indammen dat we geen mensen meer krijgen die besmet raken. Dat is in feite de main doel van de acties. Dat we willen voorkomen dat mensen elkaar gaan besmetten, omdat ze bij elkaar gaan komen in groepen of in grote groepen, dan wel in kleinere groepjes, maakt niet uit. Waardoor je dan dus die community spreading krijgt. U weet dat we nu al in een heel vervelende situatie zitten. We zitten al in de fase van community spreading. En als politie hebben wij de taak om ook mee te helpen om dus die spreading, zeg maar, in te dammen. Vandaar dat we het doen, want men moet niet vergeten, wij als politieambtenaren maken ook deel uit van de Surinaamse samenleving. We hebben ook familie die ook op straat willen gaan. No? Dus ook wij als politieambtenaren, onze directe familie, vrienden en kennissen, die voelen het ook, die beperking. Maar het is voor een goed doel, dus ik verwacht dus dat iedereen zich zal houden aan dus die maatregelen. De bedoeling is inderdaad dus dat als we de overtreder hebben gepakt, dat hij of zij ter plaatse blijft in zijn voertuig tot de volgende ochtend. Maar op een gegeven moment, op die bewuste zaterdagavond en ochtend, naar zondag toe, zondagochtend, is het inderdaad zo dus dat er heel veel mensen zich niet hebben gehouden aan dus de maatregel, waardoor toen besloten is om ze over te brengen naar onze politieacademie, in een hal daar, omdat je daar genoeg ruimte hebt om mensen dan te zetten. Rekening houden dus met die onderlinge afstand, COVID, een afstand van 1,5 tot 2 meter. En het terrein is groot genoeg om een x-aantal auto's te herbergen, dan wel op straat vlak naast de academie te zetten. Dus dat hebben we dan uiteindelijk gedaan. Ik mag ook aangeven dus dat gegeven moment de verantwoordelijke officier die daar was die avond, gegeven moment besloten heeft iets na middernacht om mensen die met minderjarige kinderen in de auto's waren, om die dan weg te sturen. En dat had te maken met een humanitaire overweging die hij heeft genomen. Dus terwille van de kinderen heeft hij toen terecht besloten om die overtreders dan weg te sturen. Nadat hij ze ook heeft gewezen op de verantwoordelijkheid die zij ook dragen. Hè? Dus dat is gebeurd zaterdagavond. Wat niet wil zeggen dat we constant rekening gaan houden met bepaalde factoren die zich kunnen voordoen. Natuurlijk is het zo dat als iemand komt aangereden met, zeg maar, een hoogzwangere vrouw of een zieke die medische hulp nodig heeft, om 2 voorbeelden aan te halen, dan gaan we natuurlijk voor die mensen, ook al zullen ze geen toestemming hebben, briefje hebben, die mensen gaan we doorlaten. Maar over het algemeen, alle andere mensen gaan we dan ter plaatse houden. En als ter plaatse houden een beetje moeilijk, als zoals hij zegt, als het, zeg maar, hinderlijk zou zijn voor hulpdiensten, dan zullen ze dan worden overgebracht naar de politieacademie. Ja, ik wil nogmaals de samenleving op het hart drukken dat ze zich houden aan de maatregelen, omdat vanaf vandaag vrijdagavond 8 uur tot en met aanstaande zondag 5 uur in de ochtend zullen alle bruggen door de politie afgesloten worden. Wat betekent dat de politie permanent daar aanwezig zal zijn. En het gaat om de bruggen over de Suriname rivier, over de Saramaka rivier, over de Kopename rivier en het Saramaka kanaal. Dus die bruggen gaan we zeker dus daar zullen we zeker zijn als politie, 1x24 uur tot na de lockdown periode van zondag 5 uur in de ochtend.